Nou, welkom bij weer de nieuwe Love Hashtag Cody the Life. De binnenbak, vandaag einde van het project. Wat we zo gaan doen is de vissen eruit halen. Laatste meting en de vissen gaan terug naar de vijver. Er is van de week al een aantal malen water uit de vijver in de bak gedaan. Omdat we natuurlijk, we zitten eigenlijk, ik wil het nog wel zeggen, ik doe dit 20 jaar en er is nog nooit zo'n slecht voorjaar geweest als dit jaar. Temperatuur, het is mei. En we zitten laag in temperatuur, het leek wel herfst, watertemperatuur, 11 tot 14 graden buiten. Het schommelt, het regent, nou ook weer regen, het leek wel herfst man. Kunnen we ons chagrijnig van tevoren. Nou goed, een dag later. We hadden natuurlijk water binnen ruim 20 graden, dat is afgekoeld met water uit de vijver. De vissen gaan terug, nou, we gaan dus vissen meetmomenten maken. Daarnaast worden in de vijver zo dadelijk met kamuballen en enzymballen toegevoegd, zodat de overzetting, die beschadigde vis toch ligt met scheppen zeg maar, en vangen en dergelijke. Om dat allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen, daar gebruiken wij de kamuballen voor, nou, dat is jullie allemaal bekend. Daarnaast gaan we eens even kijken hoe het eruit ziet. Dit is het computerbestand wat hij heeft bijgehouden van de verschillende vissen. Alles netjes bijgehouden per vis. Dus daar zullen we zo dadelijk eens even kijken wat het uiteindelijk allemaal geworden is. Wat zei je? Ik heb het gewoon niet gelopen. Ja? Ik heb nou de bodem erin ietsjes was, op de steugels ietsje was gedaan. Ja. Zodat hij heel rustig, heel hard niet zakt. Ja. Hij moet misschien wat makkelijker vangen en wat minder kans op springen. Ja. Eens? Ja, wacht maar, dus ik ga zo helemaal weg. Eerste? Ja, gaan we doen. Wat kom je wel als eerste doen? Heb je gehoord dat schip net erbij doen? Dat maakt ook, ja. Hè? Ach jongen, dus. Dus moet ze toch allemaal in. Maar met kom in de pas, wat zullen we doen dan? Maak even. Moet zo de Asagi, Kujaku's doen we het laatst. Voor het springen in de bak. Goed om in de water dan, hè? Ja. Hij was op de show was gaan springen. Laat maar gewoon liggen. Dik body, hè? Ja, beste body. Hij gaat over de 50, jongen. Als jij de zak eraf haalt.
leuk vissen. Wat een body gedwongen. En lengte. Laks wat, hè. Ja, die kop, ik vind die kop erg schitterend. Beetje stress, hè? Misschien, hè? Ja, een beetje rood, hè? Rood op de rug, hè? Ja, dit is natuurlijk ook best wel stressvol voor die vissen, natuurlijk. Ja, en punt. Je kunt zien aan de aders op de rug, hè, want normaal heeft hij dat niet zo. Kun je? Ja, ik zal weg gaan wachten. Het ligt nog. Wacht even. Moet je hem draaien? Wat ik me nou zit te bedenken in één keer, is dat we dit hele project bij jou eigenlijk met best wel veel niet inkleurig vis hebben gedaan. Waardoor, zeg maar, wat we in het begin zeiden, gemiddeld 10 centimeter per vis qua lichaamslengtegroei. Nou, dat hebben we dus nu al gehaald. Maar dat doen we dus, zeg maar, met moeilijkere vissen. Een Shagoi is makkelijk, een Yamabuki is makkelijk, een Mukashi Ogun is makkelijk. Asagi, waar je dus hele grote verschillen ziet, is heel makkelijk eigenlijk. Ja. Ten opzichte dan van die Tanshio Showa, of de Shiro, Kujaku, wat langzame groeien zijn, zeg maar. En dat we dan toch op het gemiddelde uitkomen. Maar die vissen zijn niet uitgerekt. Die vissen zijn niet vervaagd in kleur, die zijn niet vervaagd in patroon. Je ziet niet dat, zeg maar, dat het rood helemaal weg is. Natuurlijk, bij de Kujaku zie je dat het nou oranje is, in plaats van rood, maar dat komt wel weer terug. Dus het is niet dat we zo extreem hebben gevoeld dat je ze kapot hebt getrokken, zeg maar. Nee, absoluut niet. En je ziet ook dat de mengeling van vissen die we hebben gedaan binnen, wat best wel heel erg lastig is, dat zie je ook deels terug in de groei, maar niks te nadelen van welke vis dan maar ook. Nee. Want de ene heeft dan iets meer gepakt dan de ander, maar het zijn allemaal vrij lastige vissen om bij elkaar te zetten om door te laten groeien. Ja, maar dat is het ook, zeg maar. Want als jij zou kiezen, zeg maar, om een groeiprojectje te doen, dan ga je beter gewoon kleine karashi, shagoi, platinaatje, jammer boekje bij elkaar kunnen zetten en daar voermachientje op en klaar. Ja. Dit is veel grotere uitdaging, zeg maar. Ja. Maar goed, vergt ook wel heel veel discipline. Ja. Nou ja, het is allemaal met deze vis begonnen. Die ga je nu zien, hieronder. 19 centimeter was die. 2 jaar terug. Kijk die huidkwaliteit. Kijk, dat bedoelen we nou met vis niet uit elkaar getrokken. Dat je zelfs een vis die nou uit de opgroei gaat, die nou terug te veven nog gaat, zeg maar, dat die huidkwaliteit gewoon goed is. Niet dat er meer gerommeld is, niet dat je zegt van ja, maar het patroon is helemaal vervaagd. En er is zelfs, zeg maar, meer ontwikkeling binnen geweest als buiten nog. Als een sumi buiten de kop doorbreekt. Ja, dat men waren wat ervoor loopt. Ja, dan is die af. Robert zegt ook, als dat zwarte erop komt, stopt hij met de hobby, dan is hij er klaar mee. Dan heeft hij alles bereikt wat hij bereiken wil. Ja, precies, dan gaat Japan ook niet meer door dit jaar. Ja, dit is super, man. Dit is echt mooi. Deze is zwaarder dan die Shiro. Nou, gebiedseerlijkheidshalve te vertellen dat we ook in dit project de vis van onszelf hebben meegezet. Die bijvoorbeeld ook laten groeien voor ons. Vorig jaar had ik een metallic Oshibaatje zitten. Van die Rasawa. Dat is een uit de nieuwe bloedlijn. Een heel mager, heel klein, schriel visje. En ik heb gezegd, die doen we erbij meer. Ook om aan te duiden van dat wij vertrouwen hebben in het ontwikkelingssysteem, zeg maar, hoe het gemaakt is natuurlijk hier. En ja, ook gewoon leuk om zelf te volgen natuurlijk. En die vis was mager. Ja, broodmager. Echt broodmager. Ja. Ik weet niet, hij gaat kijken hoe groot dat ze was, maar ze was niet groot. Ik wel.
Maar echt mager, mager. Ik zou proberen een plaatje bij in te voegen, daar ben ik nog niet zo heel goed in. Er komt een plaatje bij in, hoe mager en hoe klein dat ze was. 38 centimeter. Maar echt een paling. En gaat nou over de 50 centimeter, dat denk ik wel. Ook weer net over de 50. Maar een body. Dus kijken of we dat kunnen voor elkaar kunnen boksen. En nou zul je denken, dat is een gewone Oshiba. Maar luister, op de kop, op de kielplaat, daar zie je metallic glans. Dus vandaar metallic Oshiba. Dat is nieuw. Of niet nieuw, maar dat is in deze bloedlijn wel nieuw. En op de foto's toen ze kleiner was, kon je het ook duidelijker zien. En als het dadelijk warmer wordt, kun je het ook weer beter terugzien. Maar het is metallic wat erop zit op de kielplaat. Nou zijn ze hier verliefd geworden op de vis. Maar de vis is nog... Piep, 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 piep. Dit is toch... Kijk op de kop. Wat zei je? Ze was? Hoe groot was ze? 38. Is de grootste van de bak. Wat ik al gezegd heb, al zitten, joh. Ze is 54. 54 centimeter, 16 centimeter groeien. Mag niet staan, en dan die body. En dan eigenlijk vis voor de grote zeusjes, hè? Maar goed, dat is nog over aan de hand. Die body is, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Dan moet je gewoon een visje om van de winter nog eens keer weer terug te zetten. En hij is zo rustig. Dit is ook weer een metallic. Deze was klein, hè, toen hij hem kreeg. Heel klein. Heel klein. Voor mij ook iets van 30 of zo. Zoiets, 25. Precies 30. Wat je ziet is dat de metallic ontwikkeling qua groei minder is, terwijl deze zich heel wat beter gegroeid, zeg maar, omdat wat jongere vissen dan de koyaku. Maar het resultaat wat tot nu toe naar boven komt, in hoeveel maanden hebben we nog gedaan? 6 maanden. 6 maanden. Ja. En we zeiden net tegen elkaar, want dat zul je zo dadelijk zien, in wat voor temperatuur we het beste resultaat hebben gehaald. Ja, dan hebben we nu wat speciaals. Dat komt uit de Champions League, zeg maar. Die is naar binnen gegaan. En eigenlijk moeten we dat nou blurren. Dat we zeggen, ja, dat kunnen we niet laten zien, zeg maar. Dat is, nee, grapje hoor. Nee. Dit is van de Champions League Challenge. Tansu Sanke, 30 centimeter. Die is naar binnen gegaan in maart of april. Zit zeg maar een goede 6 weken heeft ze erbij ingezeten. Dus je ziet al een toename van de body, zeg maar. Behoud van kleur en huidkwaliteit heel erg goed. Heb je nog een keertje op hoeveel centimeter gegroeid? 4 centimeter gegroeid. Terwijl we eigenlijk met de temperatuur al aan het afbouwen waren. 34 centimeter. 34 centimeter nu. In 6 weken tijd. Van 30 naar 34. En meer body. En meer body. Nou. Dat is een behoorlijk kooibestand nu. Nou niet. En dat is ook weer, zeg maar, vijven, zeg maar. Hier zit veel goosanken in. Heb ik ook niet zoveel. Heb ik ook niet zoveel goosanken. Zeg maar, hier zit meer goosanken in als. Nou heb je wel. Nou, alhoewel. Je hebt Asagi, Shagoi, Yamabuki, Oshiba. Kleine Oshiba. Ja, die nog te koop is. Ja. Hij is ook mooi chocoladebruin, hè, die Oshiba. Ja.